Lieve Amsterdammers, velen van u kijken in deze tijd van het jaar uit naar de feestdagen. En of je nu Pesach viert, Pasen, het holyfeest of meedoet aan de Ramadan, traditiegetrouw doe je dat natuurlijk samen met je hele familie, met vrienden en kennissen. Dat kan dit jaar helaas nog niet. Nog steeds stijgt het aantal coronabesmettingen en liggen de ziekenhuizen vol. En om zelf niet ziek te worden en ouderen en kwetsbaren te beschermen, blijft het nodig om onze sociale contacten te beperken. De avondklok gaat straks een uur later in. Maar verder blijven alle maatregelen van de strenge lockdown van kracht. Dus ook de feestdagen kunt u alleen in kleine kring vieren, met maximaal één gast. Ik begrijp heel goed hoe vervelend dit is. En het duurt ook allemaal zo lang. Maar het kan niet anders. We zullen nog even moeten volhouden. Ik hoop en verwacht dat straks in de zomer er weer meer kan. En dat u volgend jaar de dagen die belangrijk voor u zijn gewoon kunt vieren in alle vrijheid zoals u dat gewend bent. Dat is iets om naar uit te kijken. Voor nu wens ik u fijne feestdagen. Hou vol. Houd moed en zorg goed voor elkaar.